Jeroen Rijsdijk, mag ik zeggen dubbel gefeliciteerd? Ja, dat mag je. Want je weet waar ik op doel. Ja. Leg eens uit. Nou, je bedoelt allereerst natuurlijk de overwinning op Lisse. En ten tweede inderdaad, ik heb een contract bij Sparta Rotterdam getekend als assistent van 1. En in combinatie met hoofdcoach van Jong. Dus dat is de tweede. Hier staat een blij man. Nou ja, als je getekend hebt gisteren, dan is het wel lekker als je deze wedstrijd ook wint, ja. Jullie winnen hem. Toch vind ik het opvallend, die beslissing kwam naar buiten nog voor de wedstrijd. Heb je daar zelf aan bijgedragen en zo ja, waarom? Ja, dat is in samenspraak met Excelsior Maassluis en Sparta geweest. Voor je het weet lekt het sowieso uit. Er wisten een aantal mensen het wel. Dus zowel Sparta als Excelsior Maassluis vonden het prima om het voor de wedstrijd te doen. Dus ik heb het de jongens vandaag verteld, voorafgaand aan de wedstrijd. En nou, ik moet zeggen dat we een van onze betere wedstrijden van het seizoen hebben gespeeld. Dus ja, het heeft geen invloed gehad wat mij betreft. Ja, ofwel, zoiets kan een wedstrijd beïnvloeden en dit misschien in positieve zin dan. Ja, dat is, misschien zijn ze blij dat ze van me af zijn. Zonder gekheid, een wedstrijd waar je vol trots op hebt teruggekeken. Nou, ik denk dat we vandaag gewoon goed hebben gevoetbald. Wij worden wel eens weggezet als verdedigende ploeg. Maar ik denk dat we vandaag heel veel kansen hebben gecreëerd. Dat we vandaag misschien wel 4-5 doelpunten hadden moeten maken. Als je alles bij elkaar optelt. En we hebben denk ik ook goed gevoetbald. Dus ik ben er heel trots op wat we vandaag hebben gepresteerd met elkaar. En je doet goede zaken met het oog op lijfsbehoud. Want dat is toch wel waar het nog steeds van in het teken staat, officieel. Ja, ik heb nog nooit naar beneden gekeken. Dus we staan nu geloof ik weer zevende afhankelijk van wat de wedstrijd van de IJsselmeervogels wordt. Dus ja, wij willen ons gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En ik kijk niet naar achteren. Jij kijkt ook vooruit, inderdaad, met een aanstaand nieuwe werkgever met Jong Sparta. Mensen zullen jou vooral herinneren als de man die Excelsior Maassluis kampioen gemaakt heeft. Ja, dat kan best. Maar ik heb hier gewoon een hartstikke mooie tijd tot nu toe. Het is ook nog niet afgelopen. Ik heb een hele mooie tijd bij deze mooie club tot nu toe gehad. Dus en met inderdaad het kampioenschap 2 jaar geleden als mooie prijs. Het is niet niks om zomaar weer de club te verlaten. Dat is best wel gek om dat vandaag mede te delen. Maar ja, ik ben wel trots op dat ik deze stap kan maken. En dat ik fulltime aan de slag kan bij een BVO. Nu nog het seizoen afsluiten. Wat is het droomscenario? Voor welk plekje teken jij? Nou, we hebben met elkaar afgesproken dat het mooi zou zijn als we minimaal net zoveel punten zouden hebben als vorig jaar. En dat is onafhankelijk van welke plek. Maar dat was 49 punten vorig jaar. Daar staan we nu nog 12 punten van verwijderd. Met nog 9 wedstrijden te gaan. Dus dat is zeker mogelijk. Dus en welke plek dat dan oplevert, dat zullen we dan wel zien. Vorig jaar was dat 5e. En misschien dan ook weer. Succes. Dankjewel. Ja.